Human. Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Met mijn vriend praat ik over seks. En met bepaalde vriendinnen. Ik praat er altijd zo makkelijk over. Soms vergeet ik dat het eigenlijk best iets privés is. Ik denk dat het kwetsbaar is. Toe te geven dat je iets lekker vindt, terwijl je er toch misschien een soort van immoreel idee nog bij je draagt, gêne draagt. Ineens krijg ik het gevoel dat ik me moet schamen omdat ik heel veel van seks hou. Maar dat is helemaal niet zo, toch? Nee, kom op zeg. Nee, precies. Ik vind dat ik eigenlijk, wat ik zelf kan bedenken, daar hoef ik me eigenlijk bij de definitie niet voor te schamen. Ik denk dat als je juist preut bent of terughoudend op seksueel gebied, dat je dan juist heel oordeelend bent ook over anderen. Nou, dat weet ik niet. Het is altijd een soort van geheimpje met jezelf. Het is de alom bekende verboden vrucht. Het feit dat het een beetje verboden is, maakt het natuurlijk wel heel spannend, ja.